Bij Jansen Recycling Group zijn ze niet blij met de plannen voor een windmolen op het Duivelseiland. Als wij de plannen nu bekijken zoals ze nu staan, is dat de windmolen zo ver als mogelijk onze kant op is geschoven. Waardoor wij onevenredig benadeeld worden ten opzichte van de voordelen die HWC uiteindelijk heeft. Er werken hier zeg maar 70 man. Mensen op kantoor zullen straks last krijgen van slagschaduw. En de mensen die hier op de locatie lopen, die lopen mogelijk risico op ijspegels en zulke soort zaken. En wij vinden dat zulke soort zaken veel en veel te weinig is onderzocht en dat daar ook veel te weinig over is gesproken. Eerder werd ook al geklaagd vanuit Zwijndrecht. Ook daar vrezen bewoners slagschaduw van de molen. Het recyclebedrijf heeft nog een probleem. Met de molen naast het terrein is uitbreiding uitgesloten en is de grond misschien minder waard. Wij zijn een recyclingbedrijf en wij recyclen ferro en non-ferro, dus ijzer en metalen. En wij doen dat op hele grote schaal. Wij krijgen materialen binnen, wij bewerken dat, wij sorteren dat en wij maken er weer een secundaire grondstof van. Dus dat is hartstikke duurzaam. De bouw van de windmolen is nog niet zeker. Roest gaat nu zijn zienswijze indienen bij de Omgevingsdienst en de politiek ervan proberen te overtuigen dat die molen hier niet moet komen. Ga dan met de omgeving in gesprek. Spreek de plannen ook helemaal door, waardoor wij ons daar ook in kunnen vinden. En plaats bijvoorbeeld twee wat kleinere windmolens.